Hallo, welkom. Ik ben een weekend met mijn team van Jarko As naar Blankenbergen geweest op stage. En ik neem jullie zo gedetailleerd mogelijk mee. We beginnen bij de ochtend van vrijdag 14 augustus. Mijn mama en ik zijn rond 8 uur naar de Albert Heijn vertrokken om nog de laatste spulletjes te kopen voor mee te nemen naar stage. Maar gezien voor de coronamaatregelen mocht maar één iemand mee naar de winkel. Maar gelukkig omdat het zo rustig was en omdat het zo vroeg was, mocht ik ook mee. Het ding was, ik had super veel zin in het kamp. Maar het mindere deel was dat ik 3 uur in een trein moest gaan zitten om naar Blankenbergen te gaan. Rond de tijd van 9 uur was ik weer terug thuis en was ik volop bezig met mijn koffer te maken. En hierbij ging de fout in. Ik had namelijk een koffer, zoals je hier ziet, dat geen wieltjes had. Dit was een soort van grote rugzak waar ik alles in moest doen. Hierbij dus het geval dat ik het telkens als ik het moest gaan dragen op mijn rug moest hebben en geen enkel moment op de grond. Waarbij mijn rug om de 10 minuten schreeuwde: help, ik heb pijn, help me. Maar ik kon er natuurlijk niks aan doen. Ik had ook nog een andere grote sporttas bij, maar zoals die andere koffer waren ze allebei over, maar ook overvol. We werden op station van Genk verwacht rond 12:30, maar natuurlijk was ik er al om 11:40. Gelukkig waren Louise en Jitke er ook al, dus was ik niet alleen. En rond 10:50 moesten wij op de trein gaan stappen en toen mocht de 3 uur treinrit gaan beginnen. Hallo! Hallo! Waarom We zijn zijn in we? Blankenbergen. Wat is voor enkels? Ik wil hier. Ik wil Ik wil hier hier. liggen. Want ik heb. Ik wil voor deze enge deur liggen. Ik wil voor mijn licht voor de enge deur. Vraagje, wie gaat onze sleutel eigenlijk bijhouden? Sleutel? Ja, ik niet. Ja, Cleo is ook niet de verantwoordelijkste, Ja, dus moet ik dat gaan doen? Ja, moet je wel verantwoordelijk lijken. Eerlijk gezegd, dat is eigenlijk een heel saai idee. Nadat we ons hadden geïnstalleerd in onze kamers, hebben we ons meteen omgekleed en daarna zijn we gaan avondeten en daarna hadden we nog een avondtraining. Ik ben ook al lopen. Dus we hebben net een training gedaan. En het was best wel intensief. En nu gaan we ons snel douchen. En toen rond 9:30 gingen we een avondspel doen, onze trainster voor ons had voorbereid. En ik kon eigenlijk gewoon niet omschrijven wat het was. Dus ik heb een aantal beelden gemaakt. Alsjeblieft. Kijk maar gewoon. Hierna was het rond 12 uur en we wilden gaan slapen, maar dat ging niet zo heel goed omdat het raam niet volledig open ging, waardoor het super benauwd was in onze kamer. En daarna is het iets van 1 of 2 uur geworden. We gaan nu eigenlijk naar het strand vertrekken, naar Blankenbergen. Hier heel veel mensen gaan bikini aan doen. I'm insecure. Dat gaat niet gebeuren. Ik heb gewoon trui aan en trainings. Ik heb gewoon trainingskleding gewoon aan. En coronaproof natuurlijk. Rise and shine!
Na het ontbijt had onze trainster het leuke idee om naar het strand te gaan, aangezien het maar 10 minuten stappen was. Aangezien mijn hersenen niet kunnen functioneren in de ochtend, besloot ik geen bikini aan te doen. Spoiler alert, uiteindelijk was ik in het water gevallen en mijn kleren waren volledig doorweekt, waardoor ik ze uiteindelijk niet meer heb kunnen aandoen op andere trainingen. Oké, is net een teetje gedaan. En nu hebben we ons keuze moeten omkleden. En weet je, onze spulletjes moeten uitwassen. Omdat wij wel die graag nog gaan gebruiken. En dan een beetje onze trainingskleertjes. Ik ga snel mijn drink vastvullen. En nu hebben we zo die training. Oké, dus we hebben nu net de training gedaan. Het is nu ongeveer 12:30. We gaan nu eten. We gaan ons douchen. Daarna gaan we minigolven. En daarna gaan er nog andere dingen op de planning staan. En dus toen daarna hadden we ons middagmaal, maar toen hadden we iets heel episch ontdekt. Jongens, we hebben net iets ontdekt. We gaan vandaag... Heel water? Ja. Nee, maar jij kan dat niet. Jawel, ik kan dat heel goed. Kijk. Het is goed, ja. We krijgen vandaag een uurtje. En dan zijn we heel blij mee. Tussen de ochtendtraining en avondtraining hadden we nog het middagmaal en de minigolf. We besloten onze trainingskleren al aan te doen naar de minigolf toe, zodat we niet te veel tijd zouden verliezen als we nog wat later waren op de training mocht de minigolf uitlopen. De minigolf was uiteindelijk ook uitgelopen en daardoor was onze training ook met een half uur uitgelopen. Ik had daadwerkelijk geen idee wat voor soep het was en ik vond het niet lekker, maar ik vond het ook niet vies. Dus het was nog oké. We kregen een pasta die naar niks smaakte, maar rook naar de vismarkt in Italië en we kregen broccoli met een sausje eroverheen. En toen waren we vertrokken naar de minigolf toe. Het was ongeveer 30 minuten wandelen en blijkbaar waren op de heenweg iemand tegengekomen van de buurtpolitie. En sommigen van ons hadden die herkend, maar aangezien ik niet keek, wist ik niet wie het was. Na het minigolven was het weer tijd voor een training en daarna was het weer tijd voor een avondmaal. En dit keer koud aangezien we in de middag al warm hadden gegeten. Rond 8 uur hadden we een avondactiviteit met alle leeftijden gemengd. En om 10:30 was er een fuif. Maar wij besloten om naar het strand te gaan. Om een ijsje te gaan eten en hopelijk om wat frietjes te gaan eten daar. Maar eerst natuurlijk naar het strand gaan om wat foto's te gaan maken en... Dit zijn wat scènes eruit. Oh, wacht, mijn haar! My hair is in de weer! Ik heb mijn haar aan het draaien! En Laura is gepleegd! Ik had gewoon zo'n 6 of 4 uur terug. Na een kwartier te zoeken hadden we uiteindelijk een frituur gevonden die open was. En toen hadden we best wel veel eten besteld, vooral biggie burgers en frietjes. En die hadden we dan op het strand gezellig opgegeten. We hebben ongeveer op het strand gezeten tot 1 uur en toen zijn we terug naar de kamers gegaan om onze koffers weer terug te pakken. Aangezien die zondag zijn we weer terug naar huis gegaan. Oké, we hebben net een training gehad en we hebben ook even gespart met onze maatjes. En nu eigenlijk hebben we teambuilding, maar eigenlijk werden we naar de zaal gezet en weet eigenlijk echt gewoon niet wat we moeten gaan doen, denk ik. De teambuilding was uiteindelijk echt super leuk geworden en helaas heb ik er geen beelden van. Dus dat is het enige beeld wat ik eigenlijk heb van de teambuilding. En toen was het weer tijd om te gaan eten, eten, eten! We hadden eerst soep gegeten met gehaktballetjes erin. En daarna hadden we frietjes met stoofvlees en met wat groentjes erbij. En daarna hadden we natuurlijk ook weer een ijsje gekregen. En daarna hadden we een toernooi met alle leeftijden gemengd. En daarna hadden we ons gedoucht. Maar het water was nog niet gedaan, want de weergoden zeiden... Wat zei je? Ik verstond je niet over mijn eigen regen, maar ik ga niet stoppen. We waren gedwongen binnen te blijven voor 30 minuten. Maar we moesten onze trein gaan halen voor terug naar Genk te gaan. En toen zaten we in een auto op weg naar station Blankenbergen in groepen 3. En hier zie je me opgepropt achter mijn koffer in de auto. En natuurlijk zijn gereserveerde plaatsen volledig vooraan in de trein. Dus we moesten eerst heel het perron aflopen om bij onze plaatsen te zitten. En toen zijn we naar beneden gegaan en toen stond de jeugdcoördinator daar met een zakje snoep. We waren dus samengevat. Het was echt een vinkel. Het was echt een fijne stage. See you later, alligator. Dankjewel, frikandel en adios, muchachos.